We kennen Petrus Kamper al jaren van de Petrus Kampersingel en tegenwoordig ook van deze Kampertoren. Maar ook het stadhuis heeft iets met deze Petrus Kamper te maken. Laten we maar eens kijken hoe dat zit. Petrus Kamper werd op 11 mei 1722 in Leiden geboren. Zijn grootvader was arts, zijn vader dominee en zijn moeder de dochter van een rijke koloniale ambtenaar. De jonge Kamper was een leergierig baasje dat van vele markten thuis was. Hij studeerde natuurwetenschappen en medicijnen en volgde kunstonderwijs. Op zijn 28ste werd hij professor in Franeker en trouwde daar een rijke Friezin. Petrus Kamper was een man met twee gezichten. Hij kon erg aardig zijn, maar ook heel grof en lomp. Dat laatste was hij tegen zijn collega, de medische hoogleraar Tiberius Lambergen. Deze Lambergen was ouder dan Kamper en stond daardoor hoger in de academische rangorde. Kamper was het hier niet mee eens, omdat hij zichzelf een grotere geleerde vond. Op 7 februari 1752 kwam het conflict tot een uitbarsting. Tijdens een senaatsvergadering vroeg Kamper aan Lambergen om voor hem plaats te maken. Toen deze dat weigerde, pakte Kamper hem op met zijn stoel en zette hem weg. Hij pakte Lambergen daarbij zo stevig vast dat deze het uitschreeuwde. Kamper kreeg voor zijn grove gedrag een fikse geldboete. Petrus Kamper botste eind 1752 opnieuw met Lambergen. Kamper was genomineerd om hoogleraar te worden in Groningen, maar Lambergen werd benoemd. Toen deze Lambergen in 1763 overleed, kreeg Petrus Kamper een herkansing. De Groningse Universiteit wilde hem nu graag hebben, omdat hij ondertussen in Amsterdam naam had gemaakt als hoogleraar anatomie. De universiteit bood hem een professoraat theoretische geneeskunde, anatomie, chemie en botanie met een vorstelijk salaris en een ambtswoning bij de Hortus. Hier kwam Petrus Kamper in 1763 met vrouw en kinderen te wonen. De planten van de Hortus achter het huis waren gecatalogiseerd volgens het systeem van de beroemde Zweedse medicus en bioloog Linnaeus. Kamper had hier op zich niets tegen, maar hij vond dat Linnaeus te weinig zei over de werking van de kruiden. Hij noemde de Zweed de meest oppervlakkige natuuronderzoeker die hij ooit had gekend. En toen Kamper gevraagd werd om als eerste buitenlander lid te worden van een Engels genootschap van geleerden, weigerde hij omdat het naar Linnaeus was genoemd. Als Petrus Kamper iets tegenkwam dat volgens hem verbeterd kon worden, probeerde hij dat. Zo gaf hij aanwijzingen voor de verbetering van Friese doorlopers, schoenen en zijn eigen koets. En Kamper volgde een cursus smeden om verlosstangen en breukbanden te kunnen maken. Verder brouwde Kamper voor zijn eigen kinderen een gezonde pap van tarwemeel, regenwater, Spaanse zeep, suiker en koeienmelk. Petrus Kamper wilde vooral nuttig zijn. Daarom bood hij het Groningse stadsbestuur zijn diensten aan toen de veepest de stad in 1768 naderde. Kamper stelde voor te onderzoeken of de huiden van gestorven dieren de ziekte konden verspreiden. Op kosten van de stad kocht hij 2 gezonde kalveren en bracht die in een strohut in Haren in contact met zieke huiden. Er gebeurde niets. Zelfs toen hij ze
besmet bloed te drinken gaf, bleven de dieren gezond. Het stadsbestuur was tevreden, maar Kamper zette zijn experimenten in Friesland voort en concludeerde uiteindelijk dat zieke huiden wel degelijk konden besmetten. Petrus Kamper was een van de eersten die vond dat een hoogleraar geneeskunde naast theoretisch ook praktisch bezig moest zijn. Daarom opereerde hij zelf en behandelde in het bijzijn van studenten patiënten. Maar Kamper had meer interesse. Hij bestudeerde schedels, mineralen en hunebedden, legde verzamelingen aan en maakte er tekeningen van. Kamper vond tekenen zo belangrijk dat hij zelfs een vergeefse poging deed Groningen een kunstacademie te geven. In 1773 hield Kamper het op aandrang van zijn vrouw in Groningen voor gezien en ging terug naar zijn Friese buitenplaats. Petrus Kamper was dan wel weg uit Groningen, de stad was nog niet van hem af. Door zijn belangstelling voor architectuur ging hij zich met de plannen voor een nieuw stadhuis bemoeien. Hij adviseerde de burgemeester een prijsvraag uit te schrijven en ging zelf in de jury zitten. Kamper had voorkeur voor iets neoclassieks en een dergelijk ontwerp won dan ook. Uit de 38 binnen- en buitenlandse inzendingen koos de jury het ontwerp van de Amsterdamse tekenleraar Husley, die heel toevallig een goede bekende was van Kamper. Het probleem was echter de financiering. En het werd nog erger toen de zwager van de burgemeester er met de belastingopbrengst vandoor ging. In 1775 werd al voorspeld: het zal nog in 15 jaar niet lukken dat je hier zult zien de Kamperen stukken. En die voorspelling kwam uit. Petrus Kamper zou zijn stadhuis nooit te zien krijgen. Hij overleed op 7 april 1789 en het stadhuis, de Kamperen stukken, was pas in 1810 gereed. Toch is naast de Kampertoren en de Petrus Kampersingel het stadhuis een herinnering aan de grote en bijzondere geleerde Petrus Kamper.